Het is vandaag maandag 6 mei en wat leuk dat je weer meekijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is nu 1 uur 's middags. Ik ben in de ochtend eventjes naar het kantoor gegaan om wat bestellingen in te pakken van mijn webshop trendymustache.nl. En ik moet nu snel weg, want wij moeten vandaag voor het eerst met Finn naar het consultatiebureau. Een paar weken geleden kregen we al een uitnodiging, maar elke keer kwam er wat tussen. En toen uiteindelijk in de week dat we zouden gaan, lag Finn in het ziekenhuis, dus konden we ook niet gaan. Mijn moeder die gaat heel eventjes op lef pas in de tussentijd dat wij met Finn naar het consultatiebureau gaan. En dan gaat volgens mij in de middag die gewoon naar het kantoor. Ik neem jullie in ieder geval deze week weer gezellig mee. Dus mocht je zin hebben in de video, doe een duimpje omhoog. En dan wens ik heel veel kijkplezier. Het hangt hier echt nog super vol met al mijn nieuwe collectie. Want er is gewoon zoveel leuks online gekomen. Ik heb echt nog veel meer. Dus neem lekker een kijkje als je nog leuke nieuwe lente zomer items zoekt. Ik heb trouwens ook deze geweldige nieuwe cowboy laarzen binnen. Deze vind ik zelf zo onwijs leuk. Leuk onder een playshoot, onder een rokje, jurkje. Ik vind op de weegschaal eerst, hè. Nou, alweer boven de 4 kilo. Dat gaat snel. Zo. Dan mag je hem inderdaad onder de ochtend een beetje onder het kindje dat hij tegenaan bij. Zo. Ja. Het is omhoog hoor. Ja? Ja. Ja. Wij zijn vanmiddag met Finn voor het eerst naar het consultatiebureau gegaan. Hij werd daar gewogen en gemeten en we hadden een intake. Dus de volgende keer wordt hij helemaal nagekeken en krijgt hij ook een keer vaccins. Maar ik weet niet precies wanneer. Ik weet niet of dat al de volgende keer is. Volgens mij niet. Volgens mij pas bij die afspraak daarna. Maar ik ben weer lekker thuis. Ik heb gekookt. Tycho is er nog niet. Maar Finn moet zo eten. Dus ik dacht ik ga maar vast met lef eten. Want het is al 6 uur. Voor het eerst quesadillas gemaakt. Nou, het was wel een beetje gepriegel in de pan. Want Finn begon ook heel de te piepen, want die is een beetje onrustig. Die heeft slecht geslapen vanmiddag en die slaapt nu nog steeds helemaal niet goed. Dus ja, dat heb je af en toe. Maar het is wel aardig gelukt. Het smaakt in ieder geval lekker. Lef zit ervan te smullen. Vind je het lekker? Ja. En was het leuk met oma vandaag? Wat is dat? Nee. Oh, dat is heel lekker. Dat is een ertje. Die is lekker. En loopt alles eruit te vissen natuurlijk. Is vandaag dinsdag en Lef die is vandaag weer voor het eerst na, nou volgens mij 3 weken naar de peuterspeelzaal. Want het was hier, als ik het goed zeg, mijn vakantie. Ik ben helemaal niet meer into de vakanties. Maar de peuterspeelzaal hanteert natuurlijk dezelfde vakanties als de basisschool. Dus een paar weken lang had hij geen peuterspeelzaal en vanochtend heeft hij gewoon er weer heen gebracht. Tycho is nu voor mij even 2 dozen afleveren op het kantoor. Want ja, ik durf dat gewoon echt nog niet te tillen. Het is 15 kilo en voor Tycho weegt het helemaal niks. Zij zegt dat kwijt, dat prima. Maar ik zeg ja, nee. Want ik mag eigenlijk officieel echt nog niks tillen. Ja, ik mag niks zwaarder dan Finn eigenlijk tillen. En ik merk het bijvoorbeeld alleen al als ik Lef even optil. Want soms moet dat gewoon. Dat ik dat echt gelijk voel in mijn bekken. Dus dan ga ik echt niet met zware dozen lopen sjoelen. Dus hij gaat even op en neer. En dan gaat Tycho verder werken in de ochtend hier thuis. En ga ik even snel naar kantoor. Want ik moet echt foto's maken met nieuwe items. Want die items zouden dus eigenlijk vorige week al binnenkomen. Maar er ging echt van alles mis. Waardoor het nu pas binnenkomt. Dus deze week komt er een extra mini nieuwe collectie. Naast de grote collectie die al online is gekomen. Want er staan echt heel veel leuke nieuwe items online. En dan hou ik Lef op de peuterspeelzaal op. Finn blijft gewoon thuis. Dat we hem niet helemaal mee hoeven te sjoelen heel de tijd. Want ja, als hij slaapt is dat gewoon best wel sneu. Ik heb gewoon geen kinderen die graag in de auto slapen. Want gisteren was ik ook nog heel even naar kantoor gaan in de middag. Omdat mijn moeder toch wat langer bleef. Maar uiteindelijk heb ik heel weinig kunnen doen. Want ik probeerde hem in slaap te krijgen. Maar dat werkte niet helemaal. En toen ging ik uiteindelijk naar huis. Toen heeft hij in de auto echt alleen maar gehuild. En dat is elke keer. Huh? Oh, dat is DHL. Maar ik heb dus een heel leuk pakket ontvangen van Kids Deco. Ze hebben daar echt zoveel leuke spullen voor kinderen. Van kleding tot speelgoed tot decoratie voor in huis. En ik heb een leuke code, Julia10. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb besteld. Ik ga Finn wel eventjes in zijn Mozesmandje leggen. Want die moet gaan slapen en met één hand een doos opmaken. Dat gaat hem echt niet worden. Maar het wordt best wel warm vandaag. Dus ik heb hem dit superleuke tuinbroekje aangedaan. Met slofjes en een leuk rompertje eronder. Dus niet ook nog een shirt. Want hij heeft het heel snel warm. En hier in huis is het ook best wel warm. Oké, ik heb helemaal zin in dit pakketje te gaan pakken. Bijvoorbeeld dat leuke tasje van Lef met zijn naam komt daar vandaan. Maar ook die speelkeuken en ook dat leuke muziekding. Een Timio heet dat. Dat is dat ene
apparaatje dat Lef dan de hele tijd liedjes kan afspelen. Dit is hem dus. Ik heb er nu dus wat nieuwe cd'tjes, noem ik het maar, bij besteld. Die je er dus op kan leggen. Kijk, dat is dus dat apparaat waar je dus deze ding op legt. Nou, hier zie je dus fruit. En dan kan hij bijvoorbeeld leren over fruit. Dan zegt dat apparaat, waar is de banaan? Of de banaan is geel. Ik weet niet wat deze gaat zeggen. Kijk, ik heb het over dit apparaat. Hier speelt Lef ook in mijn vlogs heel veel mee. Daar kun je dus die discs op leggen. Heel erg leuk. Ik heb nu dus een uitbreidingsset besteld. Want je hebt dus ook uitbreidingssets. Ik dacht, het is wel leuk om weer een keer wat nieuwe dingetjes te bestellen daarvoor. Dan heb ik voor Finn hetzelfde tasje als wat ik voor Lef heb. Echt zo leuk. Echt geweldig. Ik heb dus een bruin tasje en dan met beige letters Finn. En ik heb deze dus ook voor Lef. Nou, ik vind het zo cute. Misschien ze allebei al naar school gaan met dat tasje op. Echt mega leuk. Dan heb ik dus een super mooi dekentje besteld met zijn naam erop, met Finn erop. Kijk, er staat dus op Finn. Ook heb ik nog wat kleertjes besteld. Kijk, dit is dus een rompershirt. Dus ja, de bovenkant ziet er gewoon leuk uit als een shirt en de onderkant is dus een romper. Voor Lef heb ik ook wat kleertjes besteld. Kleren kan je nooit genoeg hebben. Kijk hoe prachtig dit korte broekje is. Het is van Leeuw Atelier. Kijk, en dan met die kontzakken. Dit kan je om je billendoekjes heen doen. Dus dan zie je die lelijke verpakking niet. Met allemaal limoentjes. Ook heb ik voor Finn zo'n UV-werend zwempakje. Want ja, op een gegeven moment van de zomer gaan we ook lekker natuurlijk naar het strand zwemmen. En dan is dit dus echt heel erg fijn. Lef droeg dit ook altijd. Dan is die dus beschermd tegen de zon. Dit is toch super leuk. Nou, het wordt weer wat lekkerder weer van de week. Dus misschien kan hij dit alvast aan met een leuk rompertje of zo eronder. Dan heb ik van Leewood een nieuwe slab. Want wij hebben één slabber van Kids Deco die echt zo goed is. Dat is die ene met die tijgertjes erop. Niks komt daardoor op zijn shirt. Terwijl we hebben ook andere slabjes gehad van gewoon goedkope merken. Nou, het ging er gewoon helemaal dwars doorheen. En dit zijn echt de beste slabbertjes. Echt van die dikke slabbers. En ik heb deze besteld met allemaal limoentjes. Vond ik wel echt heel erg leuk zomers. Ook heb ik in combinatie met dat broekje wat ik net liet zien een leuk blouseje. Dit is toch super leuk voor Lef. Ik zie hem dit al helemaal aandoen. Ik vind jongenskleding altijd heel erg lastig. Maar dit vind ik echt heel erg leuk. Dan heb ik voor Finn een heartbeat knuffel. Maakt dus zo'n hartslaggeluid. Ook heb ik dit. En dit is zo'n waterboek. Dus dan kan Lef dus gaan kleuren met water. En dan gaat het dus verkleuren. En dat was het alweer. Echt helemaal lekker. Allemaal beige neutraal. Ik hou ervan. Dus ik zou zeggen, neem lekker een kijkje op de website. Want ze hebben zoveel leuks daar bij Kids Deco. Ik zou die hele website wel willen hebben. Ik ben aangekomen op kantoor. Ik heb even alle dozen uitgepakt. En alles even opgehangen waar ik foto's van moet maken. Het zijn echt super leuke dingen. Het eerste heb ik al aan. Ik ga het jullie even snel op het rek laten zien. En dan ga ik druk aan de slag. Want ik heb maar 3 kwartier. Nou, het gaat sowieso niet lukken in 3 kwartier. Maar ik ga gewoon doen wat ik kan doen. En dat doe ik de rest morgen. Want ik heb mijn vader gevraagd of hij eventjes komt oppassen op Lef. Dus dan kan ik hier weer even heen om foto's te maken. Ik dacht, ik doe mijn haar vast. Maar ik vind het eigenlijk heel lelijk. Dus ik ga het weer los doen. En ik vind mezelf echt bleek. Ik moet echt iets van een self-tan op gaan doen of zo. Maar ik heb echt heel veel leuke topjes en zo ingekocht. Want dat is natuurlijk altijd chill. Kijk hoe leuk dit topje is met van die ruffelmoutje. Het is echt een heel mooi kwaliteitje. Het is een donkerblauwe kleur. Ik heb hem gecombineerd met die linnen broek. Maar ik ga even laten zien wat ik nog meer allemaal nieuw binnen heb. Ik ben obsessed met deze blouse. Deze is zo mooi. Dat is echt niet normaal. Ik heb hem in het roze en in het wit. Echt, oh, die wil je. Die is zo prachtig. Niet normaal. De top die ik nu aan heb, heb ik ook in deze leuke groene kleur. Dan heb ik heel veel van deze topjes. Van die basics. Echt hele mooie kwaliteit. Ook heb ik dit leuke blouseje binnen met korte mouw. Een leuk broekrokje met panterprint. Panterprint is natuurlijk helemaal een trend. Ook een super leuk nieuw giletje. Ook leuk op zo'n blouse. Nou, die top die ik net liet zien heb ik ook in het geel. Dus ook echt een mooie kleur voor de zomer. En deze kleur met je appelgroen vind ik ook echt prachtig. Dan deze basic top. Die is ook echt super mooi. Alles is mooi. Mijn camera is alleen niet mooi, want ik sta niet scherp. Dit is zo'n jurk wat je over je bikini heen kan dragen. Ik wil binnenkort ook bikinis droppen op de zijde. Dit is echt geweldig. Met zo'n flared mouw. En dan is de rug is open. Echt zo mooi. Als je alles wil zien, zou ik even naar de site gaan voor aanbeelden. Want ik kan moeilijk alles laten zien. En nog zo'n gave leuke jurk. Nou, dit is wel een van mijn favoriete jurkjes. Ik ben helemaal gek van kobaltblauw. En dan met zo'n mooie open rug ook. En dit is ook een hele mooie jurk die je zo helemaal, ja, zelf kan stylen met het band. En een leuk basic shirt met zo'n kers. Deze is wel draagbaar tot zeker XL. Ik ben dus echt helemaal into de blouses nu. Ik heb nu dus dit blouseje aan met korte mouwen. Dit is toch zo onwijs schattig. Ik combineer echt bijna al die topjes op dit broekrokje. Want het staat gewoon allemaal heel erg leuk. Maar dit is toch super leuk, joh.
Het is bijna 3 uur. Ik heb Lef een tijdje geleden opgehaald van de peuterspeelzaal. Toen is hij gewoon gelijk weer doorgegaan naar kantoor. Dus nu ben ik met de kinderen. Lef ligt op bed. Ik denk alleen niet dat hij gaat slapen, want die zal weer een poepje doen in zijn bed. Ja, dat is bij hem een standaard ritueel. Dan zegt hij ook gewoon poepen in bed. En dat doet hij dus niet meer als we erbij zijn. Ik denk ook echt dat hij zinnelijk binnenkort gaat worden. Hij geeft het namelijk zo goed aan als hij moet plassen en poepen. En je weet het allemaal wel. Maar ik wacht nog even tot het gewoon een tijdje lekker weer is. Dat ik hem bijvoorbeeld zonder luier ook in de tuin kan laten lopen. Ik zeg maar wat. En dat ik even goed een plan van aanpak ga bedenken. We hebben toch geen haast. Maar hij weet in ieder geval heel goed hoe en wat. Alleen het is gewoon een beetje een ding dat hij elke keer in zijn bed dan zijn behoefte gaat doen. En niet als we erbij zijn. Want daardoor slaapt hij vervolgens niet. Dus hij slaapt nu bijna nooit meer 's middags. Puur door dit verhaal. En dan zit het er vaak te lang in. En dan zit de slaapzak er weer onder. Ik laat hem altijd wel een tijdje liggen. Maar goed, het is nu 2:50. Als het 3 uur is, ga ik erheen. En dan haal ik hem er gewoon uit. Want dan heb ik liever dat hij om 7 uur vanavond naar bed gaat. Dan dat hij maar een half uur misschien slaapt. En zo gereinig wakker wordt. Dat heeft ook weinig zin. Finny is ook een beetje onrustig. Die slaapt ook nog niet. Die ligt ook alweer een hele lange tijd in zijn Mozesmand. Elke keer ben ik mijn speentje er maar aan het indoen. En ik wil heel graag gaan editen. Alleen ik heb het idee dat als ik nu ga zitten, dat ik Lef na 2 tellen daaruit kan halen. Dat heeft geen zin. En misschien gaat Lef zo heel goed zelfstandig spelen. Dan kan ik even editen. En anders gaat dat niet. Ja, weet je, mom lijf. Moet het maar accepteren. Ik heb best wel wat foto's kunnen maken, gelukkig. Maar ik moet morgen wel echt nog de rest doen. Verder heb ik geen bestellingen kunnen inpakken. Maar ja, wat wil je in 3 kwartier? Ik heb er even zo'n verse lasagne voor vanavond uitgehaald. Oh, we hebben ook een vers pakket roti. Genoeg gelul. Ik ga even ijskoffie maken. Want daar heb ik zin in. Dus ik heb hier ijsblokjes. En dan ga ik die even in mijn glas doen. Ik moet ze even onder de kraan houden, want ze komen er niet uit. Dat is een tipje. Als je ijsblokjes dus niet uit dat vormpje komen, moet je ze dus even onder de kraan houden. En dan binnen het kortste keren kun je ze eruit poepen. Poepen. Nou, Finn slaapt. Dat scheelt al. Lef die zal nog steeds niet slapen. En het is nu 2:55. Ik ga hem er echt zo uithalen. Dit heeft geen zin. Ja. Nou ja, ik ga zomaar in de tuin zitten en hopelijk gaat hij daar even spelen. Dan vind ik het ook niet zo erg. Maar ik heb het liefst natuurlijk wel dat hij gewoon gaat slapen. Maar ja, ik had alweer zo'n idee. Dan pakken we even een cuppie. Ik heb hier zo'n leuk kannetje met allemaal cupjes erin. Ik vind deze wel erg lekker. Dit is zo'n espresso karamel. Dus die ga ik er doorheen doen en dan heb je al ijskoffie. Je kan ook bijvoorbeeld een koffietje invriezen in van die blokjes vormen. Dat doe ik ook wel eens, maar die had ik nu niet liggen. Want nu wordt het natuurlijk wel iets wateriger. Maar op zich vind ik het prima. Kijk, en ik krijg trouwens ook best wel veel vragen van ja, zou ik niet een kledingwinkel willen of zo? Nou ja, dat was vroeger wel echt mijn grootste droom. Mijn moeder heeft ook een winkel, een lingeriewinkel. Dus geen kleding, maar het is wel mode. Alleen, zij zegt dat is gewoon niet de tijd. En dat weet ik ook. Maar aan de ene kant denk ik, er zijn ook altijd mensen die blijven wel gewoon graag naar winkeltjes toe gaan. Alleen nu is dit gewoon niet het moment. Want ik heb 2 jonge kinderen en ja, ik moet er niet aan denken dat ik dag en nacht in de winkel te vinden ben. En dat ik mijn kinderen gewoon helemaal geen aandacht meer kan geven. Want het is eigenlijk een beetje bij mezelf vroeger gebeurd. Ja, zij was gewoon zo erg druk met haar werk. Ze had op een gegeven moment 2 winkels. En mijn oma die paste 6 dagen in de winkel. 6 dagen. Mijn vader had 1 dag dan een papadag. En de rest van de dagen was mijn oma er ook in het weekend. En mijn moeder was echt letterlijk van maandag tot zondag aan het werk. Op zondag had ze dan ook wel eens koopzondag, maar als ze dan wel thuis was, zat ze eigenlijk de hele dag in het kantoor administratie te doen. Daardoor heb ik gewoon een heel ander soort band met mijn moeder dan bijvoorbeeld met mijn vader of ik met mijn kinderen. En ik heb altijd gezegd, zo wil ik het niet doen. Kijk, als ik geen kinderen heb en toen ik geen kinderen had, was ik ook dag en nacht aan het werk. Joh, dat maakt mij gelukkig, ik vind het leuk. En ik weet ook gewoon, dat is niet hoe je kinderen het ook willen. Je kinderen willen gewoon opgevoed worden door hun eigen ouders. En ik wilde gewoon kunnen zijn voor mijn kinderen. En tuurlijk mag ik wel gewoon werken. Maar ik ga niet 7 dagen in de week alleen maar werken. En er niet voor mijn kinderen zijn. Want dat is gewoon niet hoe ik dat wil. En als ze later wat ouder worden en naar de basisschool gaan en hun eigen leven een beetje krijgen en weet ik wat, met vriendjes gaan afspreken, kan ik ook wat meer weer werken en wat meer voor mezelf doen. Maar nu ze zo jong zijn, hebben ze echt mijn aandacht nodig en wil ik er gewoon echt voor hun zijn, dat we een goede band met elkaar opbouwen. En dat doen we ook en dat lukt ook. Want ik heb een hele goede sterke band met Lef en dat ga ik ook met Finn krijgen.
En ik ben natuurlijk nu al wel aan het werk. Maar het is echt niet fulltime of zo dat ik buiten de deur ben. Want ik ben ook veel thuis bijvoorbeeld aan het werk voor YouTube en zo. Maar dan ben ik alsnog met Lev. Dat doe ik dan meestal als hij bijvoorbeeld slaapt. En onze kinderen krijgen gewoon heel veel aandacht van ons allebei. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En al ben ik een paar uurtjes per dag eventjes weg. Dat is prima. Weet je, dan ben ik ook weer juist een leuke moeder. Omdat ik word ook niet gelukkig van heel de dag binnen in huis hangen. Goed, wat ben ik allemaal aan het praten, joh. Ik ga lekker mijn ijskoffie drinken en Lef eruit halen. Kijk, Finn ligt heerlijk te slapen. Heb jij gepoept? Ja, dat dacht mama alweer, hè. Ik ruik het alweer. Oh, oh. Heb je nou weer in bed gepoept? Ja. Doen we toch niet in bed? Nee. Nee, maar nu moet je er weer uit, hè. Wat is er met papa? Papa is wacht. Ja, ga je even staan? Papa is wacht. Wil je buiten spelen of binnen? Binnen. Binnen? Ziek je? Ik moet ziek rijden. Oh. Oh nee, zit het weer... Oh nee. Nou, dit bedoel ik dus jongens. Het zit weer helemaal in zijn slaapzak. Ja. Elke dag? Ja. Ja, maar dat is niet leuk. Niet aanzitten, hè? Bah. Vies. Komen. Nou, Lef heeft weer schone kleertjes aan. Mooi hè, Lef? Ja. Pas je nog steeds, hè? Ja. Ja, dit heeft hij echt al meer dan een jaar lang in zijn kast, maar het zit nog steeds goed. Welke kleur is jouw kleding? Groen. Goed zo! Gaan we naar beneden? Ja. Oké, okay. Let's go. Let's go. Wij zijn lekker buiten in de tuin en Lef die is helemaal blij met zijn nieuwe cd'tjes. Ik heb Finn ook lekker meegenomen in zijn mandje. Kunnen we hem ook in de gaten houden? Oh, ga je fietsen? Ja. Oh, ik dacht dat jij dit ging doen. Hij was net in ieder geval heel de tijd met dit aan het spelen. Droombuiten. Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is nu 11 uur. Ik heb Finn het een flesje gegeven en mijn vader is gezellig een ochtendje oppassen op Lef. Dus die zijn even lekker buiten. Tigro is naar het kantoor en ik ga dus zo ook naar het kantoor. Ik neem Finn mee. Ik ben nu even bezig met zijn voeding in melktorentjes doen. Ik heb hem daar in de triptrap gezet, want ik probeerde de draagzak bij mezelf om te doen. Maar ik ben niet zo handig en het lukt me niet. Ik snap het gewoon niet. Terwijl het eigenlijk echt een super simpel ding is. Nou, melktoren is klaar. Flesje erin, luiers, billendoekjes. En kijk, meneertje zit hier lekker aandachtig te kijken. Hij is steeds meer wakker natuurlijk. Grote jongen ben je al. En hij ging net lachen, hè? Je ging net lachen. Atjoe. Atjoe. Dus ik ga zo met hem rijden en... Hopelijk is hij een beetje rustig op kantoor. Anders kan ik nog steeds weinig. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik ben aangekomen op kantoor. Ik heb net even lekker bestellingen ingepakt. Ik ga nu even een broodje eten. Straks wat foto's nog maken. Vindy ligt hier heerlijk te slapen. In de Maxi Cozy weegt hij ineens om te slapen in de auto. En ik legde hem hier neer. En binnen een paar minuten was hij vertrokken. Tigo die is er ook gezellig. En hij heeft dus even een broodje gehaald. We hebben eentje die we delen met filet en met... Zo, en we hebben een smoothie. Ja, mooi maken. Goed zo. Kijk. Ja. We kunnen mooi maken. Mooi maken. Kraan, ja. Oh ja. Opa. Waar ben je? Hallo. Hallo. Waar ben je? Waar ben je? Hey! Wat is dat?
Ja, daar is die. Hallo. Oh ja. Goed zo. Ja. Ja, heb je goed gedaan. Ja. Mooi hoor. Kijk, draaien. Ja, hij draait. Hij draait. Oh. Hij wil maar sluiten al, hè? Ja. Ik zie het. Kijk. Ja, inderdaad. En dan draaien, ja. Ja. Ook draai niet? Ja, die draait wel. Ja. Ja. Die draai niet. Ook zat. Ik heb een zat. Ja, die draait niet. Hè? Maak maar open. Ik kon in de auto rijden. In de auto rijden? Ja, in mijn auto. Welke auto? Jouw. In mijn auto? Ja, maar opa heeft geen stoeltje, hè? Dus dat kan even niet. Tycho die is inmiddels vertrokken. Die gaat even voor mij wat pakketjes wegbrengen. En dan gaat hij door naar zijn nieuwe kantoor. Dan gaat hij schoonmaken. Ik ga nu weer even verder met foto's maken van items die ik gisteren nog niet op de foto heb gezet. Deze jurk is toch beeldig. Ik was hier zo benieuwd naar. Jullie weten inmiddels wel, denk ik, dat ik helemaal gek ben op de kleur kobaltblauw. Nou, dat is deze dus. Het is zo'n loose fit jurk met een prachtige open rug. En dit is dus de achterkant. Je moet eventjes deze bandjes wegdenken. Maar oh, dit is toch heerlijk voor vakantie. Lekker naar het strand of lekker in de avond als je ziek uit eten gaat of gewoon overdag. Het is echt heerlijk luchtig ook. Ja, hier ben ik echt obses mee. Maar dit is best lastig op de foto te zetten. Op een filmpje zie je dit echt veel beter. Maar ja, ik vind het echt heel mooi. Ik heb nu zo'n prachtig jurk aan die je dus weer zelf kunt strikken op verschillende manieren. Het is een hele mooie lange jurk. Van echt een heel erg mooi stofje. En er zit ook nog een onderjurk onder, waardoor die zeker niet doorschijnt. En ik heb hem nu op deze manier gesteld. Maar je kunt hem dus op heel verschillende manieren stylen. En dat heb ik ook laten zien op de foto. Kijk, zo zit hij nu van de achterkant. Oké, dit is even het laatste wat ik ga laten zien. Maar dit is echt zo leuk. Ik vind het echt leuker dan verwacht. Ik heb de katoenen playsuit aan in het wit. Deze hebben we echt online staan in 8 verschillende kleurtjes. Wit schijnt trouwens niet door. En ik vind deze juist het allerleukste, die witte. En ik heb hem gecombineerd met een nieuw giletje. Want ik krijg heel veel vragen, heb je ook giletjes? Nou, kijk even hoe leuk die is. Ik denk dat Finn elk moment wel wakker wordt. Het is 2:30 al bijna, dus ja, ik ga hem nog een fles geven. Het is inmiddels 6:00. Ik ben alweer een tijdje thuis. Finn die wilde op een gegeven moment niet meer slapen. Dus ik dacht, nou, dan slaapt hij misschien in de auto. Maar mijn kinderen slapen niet in de auto op de een of andere manier. Want Lef slaapt ook nooit in de auto. Ik ben gordijnen aan het haken. Aan het haken? Oh, je moet echt haken, joh. Wie heeft daar nou geduld voor? Open dit. Ja, dat is niet normaal. Open dit. Open dit. Oh, hij hoort het woord gordijn en hij denkt, oh, die moeten weer dicht. Oh ja. Tuurlijk. Maar was het leuk vandaag? Ja, heel intensief. Ja, ze zijn bijna de hele dag buiten geweest. Open dit. Nee, welkom in het leven van ouders. Ja, maar het is zo donker. Als de gordijnen dicht zijn. Ja. En toen nog in de avond. Toen moet je lampjes aan. Ja. Anders ziet open niks. Goed, ik kwam thuis. En toen heb ik Vier gelijk in het mandje gelegd. En toen sliep hij dus wel gelijk. Dus ja, ze willen gewoon in de auto slapen, Lef en Finn. Waar ben je? Waar ben je? Waar is Lef? Hey! Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is vandaag Hemelvaartsdag. Dus wij gaan even gezellig naar de kinderboerderij. Nou, ik heb mijn draagzak al om. Ik ga natuurlijk Finn niet in de draagzak in de auto zetten, maar dan heb ik hem maar vast om.
Hij zit nu in de maxicozy en we denken dat hij niet gaat slapen in de maxicozy. Dus vandaar de draagzak, want dan kan hij gelijk weer bij mij. We nemen Lef zijn stepje mee. Die is hier helemaal gek van. Hij heeft kaplaarzen aan. Wat is dit nou weer? Kijk! Wil jij je zonnebril op? Ja! Oh, gaan we naar de kinderboerderij? Ja! Wij zijn aangekomen bij de kinderboerderij. En heel veel mensen hadden volgens mij het idee om hierheen te gaan, want het is echt mega druk. Nou, we hebben echt 3 kwartier in de auto gezeten, want we waren verkeerd gereden. En Finn... die viel niet in slaap. Die zat echt nog met grote kijkers te kijken. Ongelooflijk. Mijn kinderen slapen gewoon niet in de auto. En volgens mij slaapt hij nu al gelijk in de draagzak. Hij weigert gewoon echt om in de auto te slapen. Ondanks dat hij moe is. En dat is met Lef precies hetzelfde. Ga kijken. Allemaal water. Kijk hem. Ja. Ga maar kijken. Het is wel handig dat we zijn eigen fiets mee hebben genomen, hè? Dat is echt een ander fietsje gekregen. Kijk hoe snel die gaat. Wat is dat, Lef? Hij kan niet open. Het is een huisje. Moet hij open? Ga maar aaien, Lef. Nee. Goed zo. Is dat een geit? Nee. Wat doet de geit? Zand. Kijk, zie je het water eruit komen? Goed zo, Lef. Ga je koken? Koken? Is aan de koken? Ja. Oh, kijk. Hey. Leuke dieren. Mama. Het is inmiddels 5:30. Ik ben vanmiddag even gezellig naar het kantoor toe gegaan. Want Lef ging naar bed, Finn ging naar bed. Dus ik dacht, nou, ik kan eens goed naar het kantoor. Gewoon donderdag natuurlijk, maar het is hemelvaart. Dus er is hier verder ook helemaal niemand. Dus ik ben even live gegaan. Dus ik heb wat bestellingen mogen inpakken. Superleuk. Ik heb dit leuke playsuitje nu aan. Nu ga ik naar huis, die gewoon aan het koken. En dan gaan we zo lekker eten. Mag niet open. Lef, gaan we een liedje zingen voor Finn verder? Voor jouw broertje. Ja. Welke gaan we zingen dan? Ja. Slaap. Nee, Toki Toki. Oké. Okay. Oh, Toki Toki. Toki. Met mijn neus. Ja. Met mijn neus. Waar is je neus? Een kleine neus. Een kleine neus. Een kleine oor. Ja, een kleine oor. En waar is je oor dan? Klein. Ah, moet je hem even goed vasthouden, hè? Moet hij even zo bij jou? Hey. Hallo, dat is lief. Ah, dit is lief, Lef. Ja, dat is lief. Hier, hoor. Ja, hij is er opeens klaar mee. Toch. Kijk, ik vind dat is de tractor. Koog open. Ja. Nog eentje? Wat is dit, Lef? Koe. Wat doet de koe? Woe. Ga jij het zelf lezen of moet Finn lezen? Ja, Finn lezen. Kijk, Finn, je Finn moet goed eten. Moet hij hem vasthouden? Ja. Oh, maar dat kan hij denk ik nog niet. Finn moet eten. Pas op, hè. Finn moet eten. Finn, je moet eens lezen van Lef. Hij zit ook te kijken, kijk. Hij kijkt heel aandachtig. Hou jij maar vast voor Finn. Ga jij maar aan Finn vertellen wat het is. Ga je voor Finn deze? Ja. Koe, koe. Kijk, koe. Kijk, Finn, dat is een koe. In de vensterbank. Kijk, eet. Paard. Hé, Finn, doe je lachen. Kijk, hij lacht. Zeg je dat, Lef? Ja. Wij gaan lachen, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu 10:30 AM. Het zonnetje schijnt weer, dus daar worden we allemaal heel vrolijk van. Lef is deze ochtend naar de peuterspeelzaal. Eigenlijk gaat hij op dinsdag en donderdag, maar gisteren was het hemelvaartsdag, dus ging dat niet door. Dus hebben we vandaag een extra dagje opgegeven en dat is vanochtend goedgekeurd, want het kan alleen als er iemand uitvalt, omdat ze natuurlijk maar een bepaald aantal kinderen op zo'n groep mogen hebben. Kijk even wat hij allemaal doet met zijn nek.
Ik vind het echt super eng. Maar hij is hartstikke sterk. En ik heb mijn haar weer even natuurlijk laten opdrogen. De laatste tijd veun ik het elke keer plat of ik doe het met die Dyson. Maar ik dacht, ik doe het even een keer op de natuurlijke wijze. Ik weet alleen niet wat ik ervan vind. Of het nog echt mooi in de krul zit of zo. Kijk even hoe schattig die er vandaag uitziet. Hij heeft zo'n leuk spijkerpakje aan met een leuk rompertje. Ik ben aangekomen op kantoor. Ik ben echt één van de enigen hier. Maar ik denk dat heel veel mensen een extra vrije dag hebben. Of vrijdag na Hemelvaartsdag of zo. Want normaal gesproken staat hier helemaal vol met auto's. Ik zit gelijk achter mijn laptop te editen. Ik heb één bestelling om in te pakken. De rest heb ik gisteren al ingepakt. Dus dat moet ik wel zo even wegbrengen. Ik heb onderweg eventjes koffie gehaald. Het is 5 uur. Ik ben alweer de hele middag thuis. Ik heb Lef van de Peuterspeels al opgehaald. Toen is hij gewoon naar kantoor gegaan. Heb ik de hele middag geëdit. De vlog staat net online. Lef heeft lekker geslapen. Die kijkt nu even juf Roos. Vindy is aan het slapen. En onze boodschappen zijn bezorgd. Die staan daar. Dus die ga ik jullie weer lekker laten zien. De boodschappen. Volle melk. Chipjes. Taco, kruiden, koffiecuppies, mais, brood, tomatensaus, bechamelsaus, rooibosteek. Er zit volgens mij voor 3 keer avondeten bij, of 2 keer. Ik weet het even niet, ik denk 2. Hagelslag, lasagnebladen, amandel, notenpasta. Dat schijnt heel gezond te zijn. Nog meer koffiecupjes, gezeefde tomaten, 2 rode paprika, koffiesiroopje, Italiaanse roerbakgroenten, biefstukworst. Ik had hier echt nog nooit van gehoord, maar ik dacht, goed voor mijn ijzer. Want ik heb best wel vaak de laatste tijd dat ik in de avond ineens heel duizelig word. En dat komt omdat ik natuurlijk heel veel bloed ben verloren en gewoon een heel laag ijzergehalte heb. En dat merk ik dan wel eens, dat ik dan ineens duizelig ben. Runder gehakt en dan rood vlees is natuurlijk goed voor het ijzer. Appeltjes, 2 zakken met geraspte kaas, smeerkaas, pizzadeeg, want we gaan even een keer zelf pizza's maken. Dan pasta gehakt, zure room, een burrata, 2 keer mozzarella, filet americain, nog een keer pizzadeeg. Oh, heb ik nou 2 keer gedaan. Kalkoenfilet en mandarijnen. Nou, dat was het al. Zo, ik ben lekker lasagne aan het maken met spinazie erin. Dit vindt Lef ook echt mega lekker. Met Finn in de draagzak, want die werd onrustig. En ja, anders moet ik er heel de tijd heen lopen. Dat gaat niet. En in de draagzak is hij altijd rustig. Hij slaapt een beetje half. Dan heeft hij zijn ogen weer dicht, dan weer open. Nou, het zal wel. Hij is wel rustig. Het is gelukkig bijna klaar. Tenminste, het moet straks natuurlijk nog in de oven, maar... Ik ga nu de lasagne opbouwen. Zo, ik heb inmiddels gekookt. En ik dacht, het is tijd voor de maandelijkse foto. Want Finn is... Oh, wacht eens even. Oh, hij was gisteren 1 maand oud. Oh jee, mama is een beetje aan het spijbelen. Ik dacht even dat hij vandaag 1 maand was. Maar het is natuurlijk helemaal geen woensdag vandaag. Maar ik dacht, ik maak die foto alsnog. Want hij is 1 maand. En dit wil ik maandelijks gaan doen. Want dat deed ik ook net Lef. Dus dit is Finn 1 maand oud. Maatje 50 draagt hij nu nog. Ik ben benieuwd of hij dat volgende maand nog past. En dan leg ik elke maand zo'n kaartje naast hem. Want Kimberly had toen zo'n luiertaart gemaakt. En hij heeft allemaal van die leuke beertjes bij gedaan. Met I'm 3 months, 4 months, je weet het allemaal wel. Dus daar ga ik gewoon elke maand dan een fotootje mee maken. Dat deed ik bij Lef toen ook. Dus meneertje, 1 maandje uit. Goed zo. Baby. Baby liggen. Ah. Mama knuffel. Oh, mama knuffel. Hallo? Oh. Papa knuffel. Baby. Vind je het helemaal leuk als Lef ernaast gaat liggen? Ja. Kijk, hij doet jouw kusjes geven. Zie je dat? Zeg je dat? Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Maken. Doe maar.
roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star. Het is vandaag zaterdag, het is 4 uur 's middags en wij zijn vanochtend eventjes naar Breda gegaan. Want we wilden even een moederdag cadeautje kopen, dus we zijn eerst even lekker wat gaan drinken ergens. We hebben voor beide moeders een leuk cadeautje gehaald en ik heb nog wat leuks voor Finn gehaald. Ik heb dit bij de Zeeman gehaald. Als eerste dit schattige broekje met van die diertjes. Deze was maar €2,50. Nou, en dit superleuke blouseje. Het lijkt een beetje op een blouseje wat Lef ook heeft. En deze was, even kijken, €4. Voor Finnetje heb ik trouwens een slaapzak besteld. Die is ook zojuist binnengekomen. Een lekker stofje is het ook. Want hij is zo bewegelijk dat elke keer trapt hij al die dekens van hem af. En ik ben ook gewoon bang dat hij onder die dekens terecht komt. Het is inmiddels avond. Wij hebben net gegeten. Lef ligt op bed. Finn slaapt. Finn hebben we ook lekker in bad gedaan. Lef is lekker in bad geweest. Ik heb gedoucht. Helemaal heerlijk. En we hebben dus nieuw servies. En ik wilde het jullie even laten zien. Want dit is toch zo leuk. Ik vind het echt niet normaal. Het is wel echt prijzig servies. Maar het is zo mooi. Het is dus handgemaakt. En ja, dit is toch geweldig. Het matcht allemaal leuk met elkaar. Kijk even deze glazen. Zo uniek dit. Ik vind het echt helemaal geweldig. Kijk dit ook. Die kommetjes. Deze zijn echt super groot. Dus lekker voor grote koppen thee. Nou, helemaal enig toch? En we hebben ook een nieuwe vaas voor buiten. We hebben er bloemetjes ook in gezet. Kijk even hoe leuk. En daarachter heb ik dus ook een nieuwe vaas. Hele goede morgen. Het is vandaag zondag 12 mei en dat betekent dat het moederdag is. We zetten vandaag alle moeders, vrouwen, dierbare vrouwen in ons leven in het zonnetje natuurlijk. In dit geval ikzelf een moeder, maar hebben mijn kinderen ook een fantastische moeder zoals jullie weten natuurlijk. Ik ben naar bed gestapt om aan de slag te gaan met een mooi moederdag cadeau. Ik zal het zo even laten zien. Op dit moment een mooi kaartje aan het schrijven. Mama, ik heb echt geprobeerd het mooiste cadeau te vinden. Maar niet getreurd. Je hebt ons al. Dat ga ik erop schrijven. Nou ja, ik heb mijn best gedaan, dames en heren. Ik heb een mooi pakketje gemaakt. Waar ik jullie altijd heel erg mee blij maak, is wasparfum. Daarnaast heb ik ook nog een mooie bus met wasverzachter gekocht. Lef die heeft ook zijn best gedaan. Daar zit ook een cadeautje in. Op de peuterspeelzaal hebben ze iets gedaan. Ik weet niet precies wat het is. Dat gaan we straks tijdens het uitpakken zien. Een mooi plankje met bloemen. Een lekker doosje met chocolade Toblerone. En haar favoriete ijsthee smaak. Ik neem ook nog even wat lekkere eten mee. Met lekkere zalm. Zeugelspret daaronder. Een lekker sapje. En dan de kaasbroodjes. Maar ik weet niet of ik die erin ga doen. En nog wat deze broodjes. Nou, voorbereiding druk in de gang. Lef is inmiddels ook wakker. Wat ben jij aan het doen, Lef? Filmpje. Filmpje aan het kijken. Hey, weet je wat voor dag het vandaag is? Ja. Wat is het voor dag dan? Moederdag. Goed zo. En dat betekent dat wij... In het raam. Dat betekent dat wij mama vandaag in het zonnetje gaan zetten, hè? In het raam. Ja, jij krijgt ook een boterham. We gaan zo lekker ontbijt op bed doen. Dan krijg jij een boterham met... Met boter. Boter? Ik dacht dat jij pindakaas wilde. Wat gaan we nou allemaal doen? Wat gaan we nou uitsloven? Lef, doe maar niet. Straks voor je. Papa Tiger die heeft zijn best gedaan. We hebben hier een lekker sapje. Een lekkere smoothie bowl. Warme thee waar jullie heel erg van houdt. Een broodje zalm. En dan het cadeautje. Zo. Lef, kom maar, Lef. Hoi Lef. Boter. Heb jij dat gemaakt? Ja. Wat mooi Lef. Zo, kijk eens Lef. Waar zijn we? Kom je op bed Lef?
Het is moederdag, hè? Moederdag. Je hebt ook iets gemaakt, Lef. Ja, die staat er ook bij. Overmaken. Een doosje. Een overmaken. Kijk eens, Lef, heb jij dit gemaakt? Lapjes. Lieve mama. Lieve mama. Je krijgt een mooie bloem, omdat ik van je hou. Rood, geel, blauw. Geel, rood, groen. Wat mooi, Lef. Heb jij dat gemaakt? Mama. Die is voor mama, hè? Ja. Kijk, deze, die moet hierin staan. Kijk. Oh. Oh, maar die is voor mama, toch? Die heb jij voor mama gemaakt. Kijk, op school. Die vind ik heel mooi. Kijk. Mama. Is die voor mama? Mooi hoor, vriend. Jemme. Vind je het allermooist, Lef? Kijk, leuk. Wat mooi. Wat mama, ik heb echt geprobeerd het beste cadeau voor jou te vinden. Maar niet getreurd. Je hebt ons al. Lef en Finn. Lef en Finn. Ja, lief. Dankjewel. Kijk, er staat hier kus. Finn moet dit. Is dit alweer het einde van deze vlog. Ik hoop natuurlijk dat jullie het weer leuk vonden om naar te kijken. Het was ook mijn eerste moederdag als moeder van twee. Dus dat was wel echt heel speciaal. En Tycho heeft echt heel erg zijn best gedaan. Dus nog even credits naar Tycho, want het was echt super lief. De rest van de dag hebben we gespendeerd met de familie van Tycho. Met zijn moeder en oma en nog meer mensen. Dus dat was echt heel erg leuk. We hebben lekker geluncht. En daarna hebben we nog op een terrasje gezeten. Hebben we lekker in een speeltentje gespeeld. En in de avond zijn we doorgereden naar mijn moeder om de avond te eten. En toen zijn we dus weer naar huis gegaan. Dus ik ga de vlog afsluiten. Doe een duimpje omhoog als je het weer leuk vond om naar te kijken. En tot de volgende keer. Doei!